Wat moet ik vertellen dan? Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma Zeg het maar. En wat is het Zeg het maar? Nou, dan mogen de mensen alles zeggen wat ze willen namelijk. En u bent de eerste. Oké. Okay. Dus zegt u welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. En welkom bij het programma. Zeg het maar. Zeg het maar. Voor deze week. Voor deze week. Nou, zegt u maar. Ja, wat moet ik zeggen? Wat brengt u op dit tijdstip op de maandagmorgenmarkt? Ik moet knoopjes halen. Knoopjes? Ja. Ah. Goed, hè? Zijn wel knoopjes van de jas aan? Ja. Ja? En die gaat u er zelf aanzetten? Ja, die heb ik eraf geknipt. Oh, ja, dat is niet handig natuurlijk, als je ze eraf knipt. Nee. Dan moet je ze er ook weer aanzetten. Ja. Het is wat, hè? Ja. Ja, dus, gaat u nog leuke dingen doen deze week? Maar vandaag niet. Vandaag heb ik een crematie. Dus dat is minder. Dat is niet zo leuk. Dat is niet leuk, inderdaad. Nee, mijn beste vriend. Dus, die is overleden? Ja. Jeetje. Ik ben al 50 jaar bevriend mee. 50 jaar bevriend? Ja, ja. Ja, dan moet je er op een gegeven moment afscheid van nemen. Ja. Dat is wel heel pijnlijk natuurlijk. Dat is heel erg. Dus daar ben ik eventjes... Daar word je niet vrolijk van, nee, inderdaad. Nee. En dan een beetje afleiding zoeken op de Edense Markt. Ja. En dat werkt wel een beetje? Heel goed. Ja, toch? Ja. Het is nog een beetje rustig, hè, voor de maandagmorgen. Ja, maar er staan ook niet veel kramen meer, hè. Nee, het is een beetje een kale bedoeling geworden. Ja, ik vind het niet meer zo gezellig. Nee, de gezelligheid is een beetje weg, volgens u? Ja. Want normaal kwam u elke maandag? Merendeels wel, ja. Ja? Ja, maar ik vind het nou niet meer zo leuk. Het is niet zo leuk meer? Nee. Er moeten meer komen. Maar ja, dat is een landelijke tendens, hè? Ja, de markten worden wat minder, inderdaad. Ja. Het is niet anders. Nee. Mag ik u dan weer heel veel sterkte toewensen? Dank u wel. En dan mag u het magische woord roepen. Dan roept u volgende. Volgende? Jij bent aan de beurt. Ah, u schuift hem gelijk door. Ik merk het al. Nou, dag mevrouw. Dag. Nou, wat zegt u nou? Leuk dat we op de film komen. Ja. Inderdaad, u komt op de film. En weet u waar u in zit? Nee. In het programma Zeg het maar. Zeg het maar. Ik ken het niet. U kent het niet? Nee. Meent u dat nou? Dat meen ik echt. Dat is wel een groot gemist. Waar komt u vandaan? Assen. Assen. En wat brengt u naar de gemeente Ede? Nou, mijn zoon heeft hier een huisje. Ah, u bent gewoon op visite? Ja, zo is dat. Wat zegt u nou, vakantie? Ja, een paar dagen. Een paar dagen op vakantie? Ja. In de gemeente Ede? Ja. En u komt ook uit Assen natuurlijk, hè? Ik kom er ook uit Assen, ja. Ja, u mag mee met uw vrouw, hè? Of u moet mee. Het is me net nou, nee. We doen het vaak samen. Ja? Ja? Toch wel lekker samen op pad, hè? Ja hoor. Lekker van genieten samen, zolang je kan natuurlijk. Probeer dat wel, ja. En wat vindt u van de gemeente Ede? Mooie plaats. Ja, mooie plaats? Ja hoor. Goed gekeurd? De omgeving is heel mooi. Veel natuur? Heel mooie natuur, ja. Vorige week genoten van het prachtige weer. Dus, ja, het was erg lekker het weer natuurlijk, ja, hè? Ja. Ja. En wie mag dan ook koken als u bij uw zoon bent? Moet u dat zelf doen? Hoe zegt u? Wie mag er dan koken? Oh, dat doen we samen. Ja, ja, niet dat eentje de pineuten, zeg nee, maar. Nee. Gezellig samen brusselen. Ja, dat is wel leuk natuurlijk, hè? Heel leuk, ja. En mevrouw, moet u de afwas doen of mag u ook koken? Nee, ik hoef geen afwas. Geen afwas? Nee, ook niet. Oh, heeft het goed voor elkaar, hoor. Zeker weten. Godverdorie. En wat gaat u de rest van de week doen? Van alles en nog wat. U ziet kleine wel dingen. Wat ja, op uw pad ik zie komt. Wel. U ziet het vanzelf wel, hè? Ja. Nou, maak er een gezellige week van in Ede. Dat zullen we doen. Of blijft u geen week nog? Tot donderdag. Oh, dan heeft u nog tijd genoeg. Zo is dat. Nou, dan mag u het magisch woord er even roepen. Dan roept u volgende. Oh, volgende. Ja, kijk of meneer dat ook kan. Meneer, nou, heel spontaan, hè? Ja hoor, de volgende maar weer. Dank u wel. Jo. En veel plezier in Ede, hè? Maak er wat leuks van. Tot ziens. Dag. Oh ja hoor, dit is hem. Een schitterend plaatje. Ja, oude zo. Ja, nou zegt u het maar dan. Ja, zeg het maar, wat moet zeggen, hè? Ja, jullie willen heel graag in Zeg het maar. En dan krijg je je kans dus. Ik wil er helemaal niet in. Pardon, wat zegt u nou? Ik wil er helemaal niet in. Daar heb ik even niet gehoord, hè? Daar heb ik niet gehoord. Nou, helemaal niet. Dan mag u helemaal losgaan. Ja, nee. Dat doen we niet, hoor. Nee, waarom niet? Nee, gewoon lekker gezellig gaan naar de markt en... Ja, lekker gepensioneerd allebei. Ja. Ja, lekker aan het genieten natuurlijk, hè. Dan moet je zoiets doen, hè. Ja, nou kan het. Nou kan het. Nou kunnen we doen wat we willen. Ja, en geniet je er echt van? Zeker weten. Wat doe je zoal dan? Veel vakantie. Hoeveel keer per jaar? Constant. Vier keer. Vier keer per jaar vakantie? Ja, zeker. Hoe kan je het doen dan? Nederland, Frankrijk, soms naar Denemarken. Oh, dat is wel heel lekker. Ja, heerlijk. Ja. Heb je ook een vakantiehuisje? Nee, we gaan met de caravan. Oh, met de chauffeur natuurlijk, ja, hè? Ja, de chauffeur. Ja, god, maar mee.
Ja, u moet mee, hè? U moet mee. Ik moet mee. Je hebt je keus. Ja, en weet je wat ik me altijd afvraag? Ja. Dat ik vroeger nog de tijd gehad heb om te werken. Zonde is dat dan, hè? Ja. Daar is over tijd in. Maar weet je wat het is? Het is alleen door het onderbreking van je vrije tijd om geld te komen. Ja, het is dat, hè? Ja, maar je heeft gewerkt om te kunnen leven daarna. Juist. Heb je heel goed gezien. Ja, nou werkt dat dus wel, hè? Ja, daar gaan we dan lekker mee door. Dat dacht ik al. Oké. Oh, je moet een boodschappen doen dan? Ja. Ik moet mee. Oh, gaan we het allemaal halen dan? Lekkere dingen? Nee, val wel mee. Nou, maar als je toch aan het genieten bent, dan maakt dat toch wel uit, hè? Nee, dat is waar. Ik alles mee maar je moet wel een beetje uitkijken, hè? Je moet een beetje opletten voor de lijnen. Oh, staat het pensioen op de nullijn? Nou ja, een beetje. Beetje wel, hè? Beetje. Ja, heeft hij een zware baan gehad, meneer? Nee. Nee hoor. Rijksambtenaar? Bijna. Gewoon ambtenaar? Wat? Gewoon ambtenaar? Nee hoor. Wat dan? Ik heb elektriciteit gemaakt. Ah, oké. Okay. Heel gevaarlijk beroep. Is het wel eens fout gegaan? Nee. Nou, gevaarlijk beroep is het hoor. Ja, daarom. Steek je vinger maar eens op contact. Ja, nee, dat bedoel ik. Nee, ja, God. Nou, vraag ik, is wel eens fout gegaan? Nee hoor. Nee. Je hebt nooit de haren recht overeind gehad? Nee hoor. Nee? Ja, van de wind. Ja, van de wind, maar niet van de stroom. Nee hoor. Nou, dan is het altijd goed gegaan. Oké. Okay. Even strak naast elkaar. Even strak. Dan zeg ik 1, 2, 3. En dan roepen jullie. Kaas. Nee, volgende. Doen we nog een keer. 1, 2, 3. Volgende. Dankjewel. Oké. Okay. Hey, lekker genieten. Oké, dag. Dag. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ik ga boodschapjes doen. Wat zei je nou? Wat een wind trouwens, hè? Oh. Lekker. Ik ga dadelijk heel hard de berg op. Oh, de berg huis. Op. Ja? Naar huis. Oh, naar huis doen we weer? Ja, als ik boodschapjes gedaan heb met een volle tas. Heeft hij heel veel nodig? Nee, gewoon het weekend is het hard gegaan natuurlijk, hè, met de lekkere dingen. Nee. Nee? We waren maar met z'n tweetjes. Oh, en de koelkast is toch leeg? Ja, een beetje. Een beetje, hè? Ja, wij doen gezond. Ik koop yoghurt en melk. Oh, heel gezond allemaal. Ja. Allemaal zuivelproducten. Ja. Eet u nooit ongezond? Jawel. Jawel, tuurlijk wel. Ik wou net zeggen, lekker frietje of een frikadelletje. Nee, frietjes en frikadelletjes lust ik niet. Nee, dat lust u niet? Nee. Dat zit er niet in? Nee. Dus die hoef ik ook niet te hebben. Nee, inderdaad. En wat brengt u zo op de markt, gewoon de gezelligheid? Ik ga niet naar de markt, ik ga naar de supermarkt. Oh, naar de winkel, naar de supermarkt? Ja. De markt interesseert u niet? Nu niet, nee. U wilt er vandoor, hè? Ja, want ik ben net thuis van vakantie. Oh, waar bent u geweest? In Zeeland. In Zeeland? Ja. Was het lekker weer daar? Oh, heerlijk. Heerlijk. Lekker uitgewaaid aan het strand? Ja, ook dat nog. Fijn is dat, hè? Ja. Ja. En dan moet je weer een jaartje wachten. Nee, ik denk dat voor die tijd al wel weer best zijn. Oh, u gaat ook maar lekker op vakantie. U doet maar een beetje. Ja, wij zijn van de leeftijd dat het allemaal kan. Lekker gepensioneerd. Juist. Lekker genieten. Ja, doen we. Nou, gelijk heeft u. Ja. Nou, dan mag u het magische woord even roepen. Dan roept u volgende. Oh, volgende. Ja, dank u wel hoor. Nou moet u nog zeggen waar het voor is. Dat is voor Ede TV, het programma Zeg Het Maar. Oh, het leukste programma van Nederland. Oh. Ja. En Ede TV, dat moet ik dan ergens kunnen vinden? Ja, natuurlijk. Nou, moet maar zoeken. Even zoeken dan, hè? Ja. Dag mevrouw. Zo, dat is waarschijnlijk een hele nieuwe scootmobiel. Dat klopt, ja. Dat dacht die ik heb al, ik, ja. Twee maanden nu ongeveer. Twee maanden, en bevalt die? Perfect. Lekker, perfect. Hè? Ja, ja, dan ben je zo vrij als een vogel natuurlijk. Dat klopt, inderdaad. Dan kan je lekker gaan en staan waar je wilt. Zo is het net, ja. Ja, want als je een beetje beperkt bent... Oh, de straaljager. Ja. Wat een herrie, hè. Jongen, dat op de maandag. Ja, dat maakt niet uit, toch? Nee, maakt niet uit, maar dan ben je zo moeilijk te verstaan met zo'n straaljager. Dat is inderdaad waar, ja. Nou, dan mag u alles zeggen wat u wilt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij wonen sinds een aantal maanden in Ede. Ja. En wij vinden het fantastisch hier zo. Ja? Ja. Waar komt u vandaan? Uit Rozenburg. En wat brengt u dan naar Ede toe? We hebben hier 8 jaar op de camping gestaan. Ja. En mijn man is nu met pensioen. Ja. En toen dachten we, weet je wat, we gaan lekker de kant van Ede op. Dan bent u permanent in Ede komen wonen. Ja. Weet je? Ja. Die keus maak je maar niet zo. Nee, maar het bevalt ons prima. Ja, bevalt prima? Ja, bevalt prima. U wilt echt niet meer terug, hè? Nee, duidelijk niet. Heel veel natuur in Ede. Heerlijk. Ja? En afgelopen zaterdag natuurlijk de luchtlanding. De luchtlanding, inderdaad. Fantastisch. Ja. Fantastisch, ja. Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk om te zien. Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Ja, ja. En nou bent u op de markt. Ja, en dan ga ik even boodschappen doen bij de boni. Oh, ik ga even boodschappen doen. Ja, dat moet ik ook nog doen. Oh, bij u is de koelkast weer leeg. Ja, het is weekend geweest. Ja, het is weekend, hè? Ja. Dan is die weer geplunderd.
natuurlijk, ja, zo hè? Maar net. Zo gaat dat. Ja. Okay. Wat zei je nou net tegen mij toen we aankwamen rijden? Want u bent van het programma Op de Waai van... Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja, precies. Dat had u ook gelijk gevonden, hè? Ja, 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 ja. U bent in Ede, dan word je gelijk mee geconfronteerd. Ja, en dan mag ik straks zeggen de volgende. Oh, u wil gelijk boodschappen nee, doen? Joh. Nee, joh, nee, joh. Ja, dat vind ik niet uit. Maar ik weet dat ik het mag zeggen. Ja, u mag het zeggen, hoor. Ja, hoor. Ja? Oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen de volgende. Ik zou zeggen, dank u wel. Oké. Okay. En succes, hè? Joe, dank je wel. En zuinig zijn op de nieuwe scootmobiel, hè? Doe ik, hè? Doe ik. Kijk uit, okay. Kijk, krasjes en deukjes op. Maar ja, goed, dat maakt ook. En dat zou zonde zijn natuurlijk, hè? Inderdaad, moeten we naar de... Ja, niet naar de garage, nee. Maar wel naar de reparateur. De garage, dat de reparateur. Nee, dat hoeft niet. Laten we daar maar op houden. Oké. Okay. Nou, hey, succes. Dankjewel. Dag. Dag hoor. Het is een pracht exemplaar. Ja. Ja. Ah, u heeft de kinderwagen bij u? Ja, mijn neefje. Oh, die is in diepe rust? Ja, die ligt lekker te slapen. Oh, die ligt lekker te slapen. Konden wij dat ook maar, hè? Ja. Nee, hè? Nee. We zijn net wakker, toch? Ja. Nou, zeg het maar. Ik ben vorig jaar al geweest. Oh, u bent al een keer geweest, zeg het maar. Ja. En, hoe was dat? Ik vond het verschrikkelijk om mijn eigen terug te zien. Verschrikkelijk? Ja. Dat is toch leuk? Ah joh, heb je reacties gehad dan? Nee, hè, dat kijkt niemand. Jawel. Ja, dan was ik al bang voor. Ja, dat gebeurt je dan, hè? Blijf je achtervolgen. Ja, maar ik dacht dat je niet op de maandag kwam, alleen op de zaterdag op de markt stond. Ja, ja, eigenlijk wel, maar de maandag is ook eens een keer wel leuk. Ja, ik denk nou, dan ontloop ik. Ja, dan gaan de mensen op maandag, dan denken ze dan is die man er niet. Dan staat hij er alsnog. Ja. Wat ellende, hè? Waarom? Dan ga ik op maandag mijn vis halen. Ja. Met mijn moeder. Ja, je moeder is er al vandoor, hè? Ja, geef het gewoon. Kijk het maar, ik ga niet. Weer in de lens staan. Oh, dat is wel leuk dat die tweede keer is. Wat gebeurt hier? Vaak kan ik je ontlopen. Ja, ja, dan moet je een andere route bedenken of zo. Ik weet niet. Het wordt lastig, denk ik hoor. Ja. Het wordt heel lastig. Heb je een leuk weekend gehad? Ja, hartstikke goed weekend. Ja. Lekker weg geweest. Oh, ook al weg geweest? Ja, tuurlijk. Iedereen gaat maar op vakantie? Nee, wij niet. Nee, jij niet? Zat er niet in? Nee, zat er niet in. Nog wel een leuke week voor de boeg dan? Ja, gewoon werken, hè. Oh, dat is altijd leuk. Dat is goed voor de eurootjes. Dat is goed voor de euro's. Dan stromen ze weer binnen. Heb je leuk werk? Ja, gordijnatelier. Kijk, dat bedoel ik. Dan kan je het lekker donker maken in de slaapkamer. Dat dacht ik. Nee, dat bedoel ik. Ik zeg verder niks hoor. Ik zeg volgende. Ik ben er klaar mee. Oh, je bent er klaar mee? Nou, nee, dan mag je me afsluiten. Ik ben er ook klaar mee. Dan zeg je, dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. En wat gaan ze dan doen? Patrick, ga je er niet mee met zwaaien? Ga door. Blijf zwaaien, blijf zwaaien. Oh ja, hij is prachtig. We hebben hem. Hé, hey, dankjewel hè. Daag. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week.